Kijk, het is nu nog water. Voilà. Laat me sluiten. Dit is water, wat? Dat is stamp. Zullen we kijken? Kijk, hier een mooi potje. Het is wel een kunnen is. Goedendag, daar zijn we dan weer. Zoals je ziet ben ik op dit moment even alleen. Lennon is op het moment even uit logeren, terwijl ik deze opnames maak. We hebben de proef wel samen gedaan, maar het is afgelopen weken is het even een beetje rommelig geweest qua opnames. Want ik heb het allemaal een beetje tussendoor, nu en dan moeten doen. En we zijn nog een dagje weg geweest, naar de sneeuw. Oh, het is hier allemachtig prachtig. Joehoe! En de proef vergde ook wat oefening, waardoor ik vaak wat meer tijd nodig had en niet helemaal aan toe kwam om continu samen met hem opnames te maken. Dus vandaar deze intro even alleen. Yay! Maar we gaan verder, want wat gaan we eigenlijk voor proefjes doen? Wij gaan één proefje doen en één klap ijs maken. Proefje 2 gaan we ijs maken. Nog een keer ijs maken. Maar dan ijstorentjes bouwen. Woehoe! Spannend, ijstorentjes. En proefje 3, ja, hoe noemen ze het eigenlijk? Slush, puppies. Slush. 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 Een soort ijs wat je kunt... Let's go! Way! Ja. Leuker te maken, zullen we eens wat kleurstof bij doen. Wat voor kleur? Groen. Paars. Groen en paars. Voorzichtig open. Ik ook groen en paars. Voorzichtig open, want anders dan gaat het kristalliseren en dan kan de proef dus niet meer doorgaan. Wauw. Wauw. Dat is mooi. Paars.
Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Water bevriest in principe bij 0 graden, maar het kan voorkomen dat het soms onderkoeld raakt. En dan wordt het een paar graden kouder dan 0 graden, dan is het eigenlijk nog steeds vloeibaar. Op het moment dat het water dan ergens mee in aanraking komt, of bijvoorbeeld door een mechanische beweging, door een felle beweging of een stoot, dan bevriest het. Zo is het eigenlijk ook met ijzer. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Het wordt best wel een technisch verhaal. Ik heb het zelf ook even op moeten zoeken. Maar ik doe mijn best. Nou, dan kom eens even dichterbij. Wanneer bijvoorbeeld een fles water afkoelt, de moleculen die in het water zich bevinden, zodra dat ze afkoelen en kouder worden, dan gaan ze zich trager bewegen. En onder de 0 graden is een ijskristal, eigenlijk thermodynamisch gesproken, de meest stabiele configuratie van de moleculen. En om die toestand te bereiken, moeten de moleculen bewegen en zich aan elkaar verbinden in het juiste patroon voor ijs. Dit is niet zo gemakkelijk zoals het klinkt, want als water snel afkoelt, kan het gebeuren dat de moleculen niet de tijd krijgen om met elkaar ordening te vinden, die ervoor nodig is om ijskristal te vormen, voordat ze te traag worden om nog te kunnen bewegen. Elk ijskristal, of ja, eigenlijk elk kristal, heeft een startpunt nodig. Een nucleatieplek, waar de eerste moleculen erin slagen om samen de juiste structuur te vormen, waarna er meer moleculen bijkomen in dezelfde ordening en het kristal verder groeit. Hoe en op welk moment de eerste nucleatie precies optreedt en het verhardingsproces in gang zit, weten we eigenlijk nog niet. En als je dan een klap geeft op een onderkoelde fles met water, verstoor je het systeem en deze verstoring zorgt er dan voor dat een nucleatie optreedt. Aldus Angelos Michaelides. Hij heeft er het grootste deel van zijn carrière tenminste mee bezig gehouden. Dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt zodra dat we het onderkoelde water op een ijsblokje gieten. Dan komt het in aanraking met het ijs. Dat zorgt ervoor dat zich eraan gaat hechten. Daardoor lijkt het magisch dat je uit een flesje water gewoon een kristal kan laten groeien. Het ijs zich gaat vormen zodra een aanraking komt met het ijs. Maar dat is dus het punt waarop het water bevriest. Maar wat er nou precies gebeurt, dat is nog een raadsel. Nou, dat was me nogal een bonktheorie. Zoals je ziet, opnames, alweer een ander vestje aan. Weet jij misschien het fijne van dit kristallisatieproces? Laat het dan in de commentaarsectie beneden weten. Leer ik daar graag van. Heb je zelf misschien het proefje al uitgeprobeerd? Laat ook gelijk beneden even in de commentaarsectie weten wat jouw bevindingen zijn, wat jou afging. En misschien heb je nog wel leuke creaties of ideeën opgedaan. Namelijk ook even zoeken hoe lang dat je het in de vriezer legt. Want iedere vriezer is wel anders. Ik heb zelf ook het verschil gemerkt tussen gewoon kraanwater of water uit een flesje wat je in de winkel koopt. Kraanwater bevriest veel sneller uit een flesje. Dat werkte wel veel beter en makkelijker. Een goed hulpmiddel is trouwens ook, leg de flesjes in de vriezer. Hou de flesjes een beetje in de gaten. En hou vooral ook de tijd in de gaten. Zodra dat het iets van ijs al begint te vormen in de flesjes, dan is het eigenlijk al te laat. Trek er een kwartier vanaf. Dat werkt de beste. En abonneer je ook op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Vond je het nou een leuke video? Geef het dan ook een kleine even een duimpje op. En dan zien we je vast in de volgende video.